deze nieuwsuitzending is oftewel voor het slapen gaan, of hij is om te beluisteren in een of andere vervelende trein. En eindelijk weet ik weer die maatschappij uit Canada die die treinen hier in Nederland maakt. Die heet Bombardier of Bombardier. Die verschrikkelijke dingen, man. En nog erger aan die trein is dat hij vol zit met stommelingen. En die oude hoeren alleen maar. Dan doe je lekker je oortjes in en dan luister je naar mijn stem. Waar moet je eruit eigenlijk? Zoetermeer-Zuid? Dat is een klote station. Moet je naar je kutwerk? Ik heb medelijden met jou. En daarom doe ik deze uitzending. Of je ligt lekker in bed. Vind ik ook goed. Met mij gaat het prima, by the way. Niet zozeer dat ik tot inzicht kom. Ik kom meer tot de ontdekking van de domheid der mensen. Het is best ernstig. Ik snap niet waar die mensen het lef vandaan halen om zo dom te zijn en denken daarmee weg te komen. Dat kan toch niet? Ja, het is een mooie boel. Maar even terug, deze uitzending is in ere van Alan Ward. Dat scheelt me zo'n hoop werk, hè? Want die gozerd. Ja, hij is geboren in Schotland en hij woont nu in de buurt van Ontario, ergens in het bos. Dus je kan het zo vinden. Dan gaan we kijken op maps.google.com. Ontario, in de buurt van het bos. Alan Ward. Nou, dan zie je zo met Street View waar hij woont. Niet huis, natuurlijk. Alan Ward heeft het geweldig onderzoek gedaan. Hij heeft een hele mooie stem. Hij praat Engels. In een van mijn vorige uitzendingen over Alan Ward heb ik hebben stilgestaan dat het leren van Engels. Het is het. Zelfs Chinezen kunnen Engels, man. Ga er weg. Er is maar één bevolkingsgroep die geen Engels kan, die dat niet uit kunnen spreken. En dat zijn Fransen. En dan kan je zeggen, ja, dan slachten we al die Fransen af. Dat zou op zich helpen. Dat is al zo vaak geprobeerd en het is nooit gelukt. Iedereen blijft toch maar zeggen, Bawibanon, oulala, sille met pas. Ik denk, godverdamme, wat zeg je nou weer? Dus ja, die Fransen moeten we denk ik afschrijven. Die Spanjolen wil ik nog een kans geven. Italiano's, oké. Ook de Duitsers. Ja, er zit vooruitgang in, hoor. Jurk Diesman, hè? Daar ga ik het ook over hebben. Dus Alan Ward en Jurk Diesman. Die staan onder deze video. Kun je zo klikken, ja? Ja, maar Piggy, het is wel heel ingewikkeld wat je nou zegt, hoor. Hoe moet je klikken? Nou, dan moet je even bellen met Microsoft. Even vragen van, mag ik de handleiding hebben? Want ja, als je niet kan klikken, ja, dan kan je ook niet op internet de handleiding downloaden. Maar misschien dat je nog kan telefoneren. En dan vraag je even hoe je moet klikken. Het begin is het begrip muis. Ja, maar ik heb een laptop met zo'n trackpad. Ja, precies, dan gaan we alweer. Dus, voor de meeste mensen is die drempel te hoog. Ik begrijp dat ik. Ik wil graag een Osho zijn. Dus Japans voor leraar. Dat vind ik best wel leuk. Ik vind het helemaal niet erg om kennis te delen. Maar mijn publiek. Ja, kan het klikken? Ja, Perry, nu zit je mij voor de gek te houden. Ik kan wel klikken, maar alleen als er staat vette porno en vieze seks, ja, dan kan ik klikken. Maar ik ga toch niet klikken op de link naar Jurk Liesman, want dat vind ik niet geil.
Ja, dat is het punt. Niet mijn punt, overigens. Dat maakt mij het uit dat de hele boel naar de klote gaat. Ja, maar Perry, dit is wel heel negatief wat je zegt. Ja, dat ligt er maar aan hoe je het woord negatief interpreteert. Arthur Schopenhauer zou zeggen dat het positief is wat ik zeg. Ja, maar Arthur Schopenhauer, heb je er ook een linkje van? Nee, homo. Want die heeft geen website. Arthur Schopenhauer is overleden in 1860 of zo. Dat was pre-internet, weet je nog. Ja, maar Piggy, dat kan ik me niet voorstellen. Is er een tijd geweest dat mensen geen internet hadden? Ja. Ik zit maar een beetje te zeuren, hoor. Voor de humor natuurlijk. Over mij hoef je je geen zorgen te maken. Maar even dan terug, Alan Watt, die ga je luisteren. Het maakt niet uit wat. Pak een uitzending van hem uit 2009. En ontdek hoe actueel die is. Het maakt niet uit waar je begint met Alan Watt. Het is wel zo dat de laatste tijd heeft hij meer humor. Dus ik zou daarom, die reden, zou ik kiezen om die laatste uitzendingen te gaan beluisteren. Dan moet je zijn giggle. Dan giechelt hij. Yes, folks. Oh ja, en Alan Watt begint altijd met Hi, folks. This is Alan Watt. En op het einde zegt hij dan vroeger in die oude uitzendingen, dan zei hij namens mezelf en mijn hond neem ik afscheid. En mogen je God of je goden je bijstaan. Dat is regelrecht antichristelijk. Want er is maar één God namelijk. Het is best simpel, hoor. Het is helemaal niet zo moeilijk. Zo. En hoe heet die God? Nou, die heet God. Ja, je mag hem ook allerlei namen geven, maar het wordt niet op prijs gesteld. Vooral niet in het Jodendom. Je hebt hier die termen Jehovah of Yahweh. Het is niet belangrijk. Ik vind zelf God vind ik een prima naam voor God. Ja, maar Perry, jij bent toch zelf ook God? Nou, dat zou ik eerst aan mijn omgeving gaan vragen. Dus ga langs bij het streetcafé hier in Arnhem. En dan neem je even een enquête af met de vraag: is Perry God, ja of nee, of 50 tinten grijs? Drie mogelijkheden. De vierde mogelijkheid is, ik wil op deze vraag geen antwoord geven. Maar ik denk niet dat daar overweldigend 80% van de mensen in het schietcafé en café de Wacht liggen vlakbij. Ik denk dat mensen niet zeggen dat ik God ben. Dat ben ik ook helemaal niet. Ik ben Perry Winkel. Ik heb een mooie naam. Ik heb mooi een naam. God niet. God is naamloos. God is de veroorzaker van alles. Ja, maar als de wereld zo'n puinhoop is, zoals ik hem nu zie, dan moet God dus ook een klootzak zijn. Nou, punt 1. God is God is een klootzak. Dat zonder meer. Alleen, hij is een grotere klootzak dan dat jij je kan voorstellen. Die Arabieren die brullen dan Allahu Akbar. Dat betekent God is groter. Dat heeft een punt. Om dat te zeggen.
Voor de rest vind ik de Mohammedanen. Het is, je moet het niet al te hard op zeggen, maar het is modernistisch. Hè? Het is modern. De Bijbel niet. Ja. De Bijbel is ouderwets. De wet van de ouderen of zo. Ben ik nou te stoned om hier goed op te kunnen reageren. Maar de Koran is modern. En de Bijbel is 1500 jaar lang geschreven. In het Aramees. In het Hebreeuws. En het Nieuwe Testament in het Grieks. Ja, dus dat is best moeilijk voor mij. Want dan moet ik 3 talen leren om de Bijbel te kunnen begrijpen. Nee, homo. In 1611 is er een vertaling gemaakt naar het Engels van die dagen. En dat is heel leesbaar Engels. Die is heel duidelijk. Dat is de King James van 1611. En translate.google.com erbij op je smartphone. En dan ga je lekker met de King James voor mij wat op een terras zitten. En voor mij wat met wodka jus. Of wodka met tomatensap. Een Bloody Mary heet dat. Weet je waar die term vandaan komt? Bloody Mary? Dat was Mary of Scots. Dat was de katholieke halfzus van Elisabeth. Zo, Elisabeth was toch de dochter van Henry de VIII? Ja. Dat was Mary of Scots ook. Ja, pin me er niet op vast. Maar dat was een katholiek, maar dan een echte katholiek. Hè? Dat betekent brandstapelen. Barbecue tonight. En dan werd er een of andere homo die en lekker dat verbrande vlees. Van, wordt er hier gebarbecued? Ja. We hebben een protestant. Een protestant verbrand. Dat was Bloody Mary. Elisabeth heeft ingegrepen en die heeft Bloody Mary laten opsluiten in een kelder. En toen laten executeren. Dat is me goed ook, een katholicisme. Ja, je kan het niet bestrijden, dat snap ik wel. Maar ik vergeef Elisabeth, dat Elisabeth de Eerste, koningin Elisabeth. Ik vergeef het haar. Ja. Niet geschoten is altijd mis. En dan doe je dat toch lekker, dan ga je met een Bloody Mary. Dat is best gezond hoor, die tomatensap die ze verkopen in Café de Wacht. Dat is uitstekend. Ze hebben ook een flesje met Tabasco achter de bar. Daar moet je even vragen. En dan kan je hem extra peperen. Lekker hoor. Een goede wodka. Nou, maakt niet uit wat voor wodka. Of vlek je er je never in. Wodka is buitenlands gedestilleerd. En je never niet. Je never kost daar €2,50. Nou, tomatensap, €2, denk ik. Nou, die Tabasco, die is gratis. En als het lekker weer is, een ijsklontje erin misschien. Smartphone erbij voor de vertaling. En ga maar lezen. En Bijbel lezen, als ik dat even mag uitleggen. Je hebt die Ex Libris gebeuren, van die boekenprijzen, festivals. En dat leest weg, jongen. Oeh, 50 tinten grijs. Het is, wat is dat slecht geschreven, by the way. Ken je dat boek? Het gaat over seks. 50 tinten grijs. Ik heb het, mijn Geleense vriendin, daar heb ik ook een hele uitzending uit gaan gewijd. En dan luisterde die en zegt, hey lief, ik hou heel veel van die persoon. Dat is mijn vriend. Dat is mijn vriend met tieten, zonder pik. Maar het is mijn vriend. Ik ben laatst met haar uit eten geweest
en wij deelden de rekening. Punt. Ik kan bier halen. Maar zij is net een computer. Die slaat het op. Want ook, oh, dus één biertje van Perry. Oh, nog een biertje van Perry. En nog een bier. Oh, dan is het nu mijn bier. En mijn beurt. Ik hoef haar niet te vragen hoor, echt niet. Je houdt dat zelf in de gaten. Dat is mijn vriend. Alleen het is een vrouw. En zo gek als een deur. Maar dat past prima bij mij. Want ik ben ook zo gek als een deur. Zij is katholiek opgevoed. Dat is naar hoor. Het is echt heel vervelend als je katholiek bent opgevoed. Ja, dat is niet leuk. En dan weet ik wel dat heel veel mensen die geboren zijn in gezinnen die protestant waren, de protesteerders tegen het katholicisme. Ja, dat was ook niet zo leuk, dat begrijp ik ook wel. Ja, welke jeugd was nou wel leuk? Ik ben ongelovig opgevoed. En op mijn 12e, ja, door omstandigheden, kreeg ik een Bijbel in handen. En toen dacht ik, hé, dat is interessant. Dat moment zouden jullie ook moeten vinden. Nou, en hoe je nou Bijbel leest. Dus punt 1, je neemt de tijd. Eventueel een Bloody Mary, of bekijk het maar. Ook een erg goed drankje is een winkel martini. Maar dat is zo lekker dat ik je... Ja, maar dat merk je vanzelf als je het bestelt. Wat je moet bestellen, ga je naar Café de Wacht bijvoorbeeld. Het beginsel is martini. En ik zou zeggen witte martini. En dan mag je zelf kiezen of je gaat voor die zoete variant of die droge. Dat maakt geen donder uit. En dan dezelfde hoeveelheid gin erbij. Gin lijkt op het woord jenever. Jenever of gin. Allebei zit er jeneverbes in. Maar bij gin meer dan in jenever. Het smaakt hetzelfde. En jenever is goedkoper dan... dan zin. Dus moet je even kijken hoeveel geld je hebt. En dan een gin. En dan dezelfde hoeveelheid gin als martini. Zo'n 50-50. Een kwestie van onderhandelen met de barkeeper. De barhouder. Of je gaat naar de supermarkt en dan koop je een fles martini en een fles gin. We maken het thuis wel. Eventueel een schijfje citroen. Dat kan nooit kwaad. Citroen is lekker. Of limoen. Zo. En je neemt je tijd. Daar gaat het om. Ja. Als je alcohol drinkt, wordt ook gezegd, van als je alcohol drinkt, dan mag je geen auto rijden. Ja, precies. Zo. Je mag helemaal niks doen als je alcohol gedronken hebt. Dan moet je even laid back zijn. Dat is goed, want jij gaat de Bijbel lezen. En dan niet zeggen van, nou, ik heb vandaag 8 pagina's gelezen. Want dat kan helemaal niet. Als je Genesis 1 vers 1 begrepen hebt, dan ben je helemaal bibberend van angst om vers 2 te gaan begrijpen. Dat gaat heel langzaam. En daarom denken veel mensen van, ja, de Bijbel is zo moeilijk. Dat kan niet waar zijn. Wat? Ja, want ik ben een hele grote fan van Dick Bruna. En alles moet zijn zoals Nijntje gaat naar het grote donkere bomenbos. Want dat kan ik begrijpen. En zo is de Bijbel niet. Nee, inderdaad niet. Dick Bruna heeft, dat is helemaal geen verhaal, dat zijn er wat plaatjes. Heel kunstig gemaakt, ik heb niks tegen Dick Bruna. Maar het is niet complex. Maar betekent dat
een complex boek niet waar is. En Dick Bruna met zijn fameuze uitgave van Nijntje gaat naar het grote donkere bomenbos. En dat dan wel. Ja, nou, ga maar achter mijn rug staan. Jurk Liesman, dat is de tweede die erin staat. Dat is een bijbelgelovende christen. En die kent Alan Watt. Hij kent de uitzendingen. Hij weet wat Alan Watt opgehoest heeft. Dus daar is verder geen probleem mee. En Jurk heeft de Bijbel ontdekt. De mensen die gelukkig zijn. En geluk is een negatief begrip. Hou er goed rekening mee. Maar mensen die gelukkig zijn, dan vraag je aan die mensen van, waarom ben jij gelukkig? Dan komen ze met zo'n verhaal van, ja, want komende zomer, dan gaan we la 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 la. Ik zie er nu al naar uit. Die mensen zijn helemaal niet gelukkig. Die zien uit naar dingen die leuk gaan zijn. Hoezo ga je uitzien naar een vakantie? Ik heb dat nooit begrepen, hoor. Bij een vakantie denk ik gelijk van, oh jeetje, dan moet je een paspoort hebben en travelers checks, of je moet je bank bellen om te vragen of je wel kan pinnen in de Dordogne. En dat kan niet, want de Dordogne is een rivier. Maar in het gebied van de Dordogne, de Périgord, de hoofdstad is Périgueux. Ja, kan ik wel pinnen in Périgueux? Of je moet cash meenemen. Altijd zo gezeik. Vakanties zijn meestal stress. Behalve, nou, toch even mag, hè? Vakanties met een man. Dus ik ben 6 keer op vakantie geweest, 7 keer op vakantie geweest. Met Wim Kruidentuin. Ja, dat was relaxed. Wim zorgde voor alles. En we kunnen allebei koken. Op een dusdanige wijze dat het voor allebei te eten is. Wim kan goed salades maken. Ik kan het ook wel, hoor, salade maken, maar het is niet mijn hobby. Ik weet nog dat ik met Wim op vakantie was en we waren in de supermarkt en dat was in Bretagne. En daar lagen koeientongen. Nee, maar hallo. Dus ik tegen Wim van, nou, ik kan dat klaarmaken. Oh, zei Wim, dat aten wij vroeger. Toen hij klein was. Op de boerderij aten wij dat ook. Zie maar. Dan gaan wij vanavond koeientong eten. Ja, ik kan koken. Even op internet gekeken voor alle zekerheid. Van hoe doe je het ook alweer. Het is best makkelijk, hoor. Ik zou het echt doen als ik hier nu was. Ja. Je neemt een koeientong. Die kan je hier in Nederland ook zo bestellen, hoor. Ik heb hier een slagerij om de hoek. You believe me. Je bestelt een koeientong en je krijgt er een lekker fles. Nou, en hoe doe je dat nou? Daar in Frankrijk lagen ze in plastic, vacuüm verpakt. Dan moet je dat plastic eraf halen, dat snap je toch wel. Hè? Nou, en dan doe je die koeientong in ruim kokend water. En dan begin je gelijk met, wat je maar wil. Een jeneverbes, dat is een erg goed idee. Laurier, kruidnagel, gooi er maar in wat je wil. Maakt niet uit. En dan kook je hem voor zoveel minuten. Nou, dan haal je die tong haal je uit het hete water. En dan trek je dat vel trek je eraf. Dat laat los namelijk. Want dat vel, de bovenkant van de tong van een koe, het is niet te eten. Dat is een rubber in je mond stoppen.
plastic elastiekjes. Dat is niet te doen. Die dat gooi je weg. Dat wordt wel opgegeten door, weet ik veel, schimmels of zo. Salmonella's. Het is nog mooier als je kippen hebt. En dan trek je die tong haal je eraf. En dan hele kleine stukjes maken. Dat scheelt de huid van die tong. Hè? Hele kleine stukjes snijden. Voor mij heb ik een gehaktmolen gebruikt of zo. En geef het aan de kippen. Maar die eten dat wel nog wel. Nou, dan heb je die binnenkant van die tong heb je over. En wat gaan we dan doen? Nou, in de tussentijd heb jij iets heerlijks gemaakt. Dan moet je gaan binden. Dus dan begin je met een roe. Een klont boter in de pan. En een hoeveelheid bloem erbij. En je hebt een garde nodig. Ik hoop dat je weet wat een garde is. Zo'n klopapparaat. En dan ga je goed. En die roe, dus de combinatie van de bloem en de boter, dat moet een bal worden. Die in de garde blijft plakken. Misschien iets meer boter. Dan moet je maar kijken. En dan kan je kiezen of je vrij snel stopt met verhitten. Dan ga je richting de blanke roe. Of je gaat juist door. En dan ga je die bloem een beetje verbranden. En dan krijg je een bruine roe. Dat is erg lekker. Ja, wat gaat erin? Ik heb toen gekozen voor champignons. Maar eigenlijk authentiek moet je gaan voor een roe met Madeira. En Madeira is een portwijn. Het is ook echt aan te bevelen. Erg lekker. Nou, en het maakt niet uit hoe je het doet. Ik heb dat ding van mij, ik heb een scheut kippenbouillon erbij gedaan. Ja, dan wordt het een saus. En die champignons erin. En dan de binnenkant van de koeientong. Mooie dunne plakjes. Halve centimeter breed ongeveer. Die laat je zakken in die saus. Dan laat je dat even doorwarmen. Heerlijk eten. En met Wim durf ik op vakantie. Ik weet nog, we zaten in Bretagne. En de rechterachterband van de... We hadden een Renault Megane. Zo'n loeris van een auto. En die band was lek. Ja, ha, 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 ha. En Wim zei, nou, dat maakt er geen donder uit. We gaan even naar de autogarage. Nou, Wim kan net zo goed Frans als dat ik Swahili's kan. Maar dat maakt hem niet uit, want, pneu is het woord voor band. Maar ja. Wim die heeft uitgelegd met handen en voeten. Want er zit een gat in deze band. En wat kost het? C'est combien? Nou, dat was zoveel. Ach, kom op, dat was geen peanuts. Toen was die band was gerepareerd. Ik was stom verbaasd dat Wim terugkwam met die band. En hij zei, nou, die band is weer goed, hoor. Alleen, zei hij, is er wel een probleempje. En dan pakt hij zijn zakmes. Want ze schieten daar een soort kegeltje, gaat erin, wordt erin geschoten. Ze vinden het gat. En dan... En dat is een plastic. Maar er stak hem een stukje bovenuit. En Wim zei, dat kan niet. Dus of zij gaan het eraf halen, of ik doe het zelf wel. Nou, hij heeft het zelf gedaan. In de winkel, hè. Gewoon heel eenvoudig. Hup, zijn zakmes. Dingetje eraf. Ja, en dan naar buiten met dat wiel. En op de Renault Megane gezet. En hij reed weer als vanouds. Geweldig. Ik hoop dat je begrijpt waar ik op toe hint. Hè. Dit gaat niet
over Perry Winkels zijn meest mooie vakantieherinneringen. Nee, dit gaat ergens over. Namelijk, dat vakantie, dat kan je doen met een Wim Kruidentuin. En je moet je verzekeren, hè, voor de huppeltje pup. Maar een vakantie stelt niks voor. En veel mensen die zitten te denken, dan zijn ze terug van vakantie. En denken, en wanneer gaan we dan nu op de volgende vakantie? En denk, waarom? Friedrich Nietzsche heeft gezegd, je moet gevaarlijk leven. Nou, 5 keer per jaar op vakantie gaan, dat lijkt mij een risico nemen. Dat is ook zo'n mooi vakantieverhaal. Dat was de pleegzoon van Wim Kruidentuin. Een hele mooie jongen. En die kan en Fins en Nederlands en Marokkaans-Nederlands en Turks-Nederlands. Dus hij kent alle dialecten. En meneer die zou naar Thailand gaan. En zijn moeder helemaal van, oh, is dat me goed gaat. Maar die jongen was toen 20. Die dacht, ik ga naar Thailand op vakantie. En wat had hij bij zich? €500 aan besteedgeld of zo. Hè? Te besteden geld, hè? Los van zijn ticket. En dan zit hij daar in Thailand. En waar komt meneer terecht? Ja, in de kroeg natuurlijk. En al die vrouwen, hij heeft daar seks gehad, man. Hij is daar, ik weet niet hoe lang geweest. Maar hij heeft een partij vrouwen gewipperd. Nou zeg. En dan geen prostituees of zo, hè? Hij heeft er niet voor betaald, meer, man. Nee, die meisjes die zagen hem wel zitten. Ja, vind je het gek. Hij kan Nederlands, hij kan Fins en hij is 1,80 meter. En hij eet proteïne. Voer. Ja, je kent het wel, hè? Want de godganse tijd bij de sportschool. Dat vindt hij leuk. Lekker zweten, dikke spieren. Naar de tandarts gaat hij nooit. Want waarom? Hij heeft een stel ivoren wachters. Nou, daar kan je een puntje aan zuigen, man. En hij is een kooi. Ik mag hem. Aardige vent. Dus die zit er in Thailand. En weet ik veel, hij was net uitgeneukt of zo. En toen was er iemand naast hem komen zitten en die bood hem een drankje aan. Ja, en daar zat GHB in of zo. Maar de rest van de avond weet hij niet meer wat er gebeurd is. En hij vond zijn eigen lichaam terug in een droge sloot. 'S morgens vroeg. Alles weg. Portemonnee, de hele maand. Ja, zei hij tegen mij. Maar het viel reuze mee, hoor. Want ik stond op uit die droge sloot. Alles pleiten. En toen kwam er een meisje aan. En die heb ik nog geneukt. Dat meisje was, dat Thaise meisje was hartstikke blij. Hé, hey, een lange Nederlandse man zonder geld. Nou, kom op. En dan kreeg hij te eten. Toen kon hij weer bellen met zijn moeder. Toen is er geld overgemaakt. Dan kon hij weer naar huis. En wij mensen moeten leren om dat soort dingen niet te hoeven te doen. Behalve die pleegzoon. Die wil dat meemaken. Natuurlijk, die is jong. Maar wil ik dat meemaken? Ik ben er bijna 60 dat ik naar Thailand ga. Ja, punt 1. Neuken met al die vrouwen. Ja. Niet helemaal mijn ding. Maar hij is meer in die yoga seks of zo. Ja, dat begrijp ik wel. Maar dat is niet meer voor mij bedoeld. En ik wil ook helemaal niet op vakantie. Ik zou niet weten wat ik moet doen in Luxemburg. Wat ik hier niet kan doen. Ik kan hier toch ook in mijn bed zitten en in mijn neus peuteren. Dat heet onthechting.
Ik hou ook helemaal niet van feestjes. Eigenlijk verschrikkelijk. En ik doe het wel uit plichtsbesef. En uit plichtsbesef organiseer ik ook feestjes. Alleen het verschil tussen mij als feestbieder en de rest van die homo's is dat ik rekening hou met mijn gasten. Dus als ik een feest heb en de leadgitarist van mijn band, die zal er dan ook zijn, dan heb ik whisky. Zonder meer. Hij is niet zo'n vent die dan genoegen neemt met een bordeauxtje, hè, zo'n rood wijntje. Nee, die rotzooi moet hij niet. Hij wil whisky. Ja, of ketel 1, vindt hij ook goed. Dat is een jenever, is dat. Dat vindt hij ook goed. En andere gasten, daarvan weet ik, die willen hash. Ja, dan is het toch hash. En die drinken van het zware bier, zoals Leffe Blond of zo. Ja, dan is het toch Leffe Blond. Wat is dat nou? En je mag komen wanneer je wil. Want het huis is open van 3 tot 10. 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Maar maakt me niet uit wanneer je komt. Voor mij kom je om 9:30 naar binnen. En de afterparty die duurt tot 12 uur. Want anders krijg je gezeik met de buren. Want ik woon in zo'n arme luisflat. Ik lijp Job wel. Een handje, mijn standje, mijn stopje, mijn steun, allemaal op elkaar gepropt. Ik heb zo'n bovenbuurvrouw en die is zo druk. Ik hoop dat zij voldoende CO2-belasting betaalt. Want dat mag iets meer belast worden. Hoor. Zo druk als dat mens is. En een herrie, man. Dus ik hoor alles. Ja. Goed, dan heb ik een feest. En dan hou ik wel rekening met haar, want zij belt de fucking politie. Ja. En dan ben ik de lul. En zo doe je een feest voor je gasten. Ze goed afvragen wat ze willen. En dat merk ik niet als andere mensen een feest organiseren. Heel veel mensen die een feest organiseren, die denken, wat zou ik leuk vinden? Nou, ik vind het leuk als er appeltaart is met slagroom. En dan ijsjes voor de kinderen. En en dat ik het leuk heb. En dan wil ik erbij hebben Perry Winkel, Wim Kruidentuin. Die. Want dat vind ik leuk. Ja, flikker toch op. Dan moet ik naar een feest komen om het jou naar de zin te maken? Waar ben je mee bezig? Als ik een feest organiseer, dan betekent dat dat ik geld heb. En dat ik denk van kom op. Ja, allemaal lekker met z'n allen. Ik zet dat geld om in goederen. In waren. Zoals Karl Marx zo mooi zegt. Waren. Ik zorg voor de waren, dus ik heb geld, dat kan je niet eten. Maar als je dat geld meeneemt naar de supermarkt, of whatever, aan de winkel, dan zet je dat om in waren. Dan heb je in je huis hele mooie waren in de ogen van je gasten. We hebben het goed begrepen. Het organiseren van een feest, dat is een last voor je omgeving. En je dient ervoor te zorgen dat die last zo leuk mogelijk is. Je kan toch gewoon even vragen. Dat iemand zegt, ik ben gestopt met vodka jus. En ik drink alleen nog maar vodka tomatensap. Ja, nou, dan weet je dat toch. En dan ga je dan naar de supermarkt, daar heb je een liter tomatensap en een of andere vervelende Nastrovja vodka van een tientje de liter. Denk om je muziek, is ook erg belangrijk. Feestjes met muziek is wel leuk, hoor. Maar welke muziek? Ik zelf vind King Crimson en dat album dat heet Discipline. Ik vind het geniaal. Maar
ik ben heel snel van begrip. Dus ik kan het volgen. Maar dat vindt niet iedereen leuk. Bij mijn Geleense vriendin, daar hoef ik dat niet op te zetten. Dan gaat ze gelijk weg. Dat weet ik. Wat maakt mij het uit? Als mijn Geleense vriendin komt, kwam. Die tijd is alweer voorbij. Nou, ik zie haar nog wel. We hebben contact. Voor eeuwig. Als zij kwam, Susanna Vega. Of Shania Twain. En meer wijvenmuziek. Julia Pier Hirschheimer. Maar die vindt zij niet echt. En dan maar Shania Twain. Of Susanna Vega. Ik heb van Susanna Vega bijna het complete oeuvre. Dan draaien we dat toch. Want zij is bij mij te gast. En feestjes. Ja, ga er weg. Wie kan er een feest geven? Een feest is een gift aan je gasten. Maar wat geef je? Ik heb in mijn leven giften gekregen. Mijn moeder, om nou eventjes te noemen. Mijn moeder komt bij me langs. Het was mijn verjaardag of zo. En ze had een cadeau bij zich. Dat was een knoflookpers. Ik zeg tegen mijn moeder, want mam, ik was net aan het samengekomen met de moeder van mijn kind in één huis. Ik had een knoflookpers en zij ook. En die knoflookpers van haar, die was eleganter dan die van mij. Ik wist gelijk al, oké, twee knoflookpersen. Dus die ene wordt de reserve. En dat was mijn knoflookpers. En die leggen we achter in de la voor het geval. En we gebruiken de knoflookpers van de moeder van mijn kind. Een supermooi dingetje. Van aluminium. Erg goede pers. Dat was een uitstekend dingetje. Geen losse onderdelen. Er waren alleen maar twee. Je hebt het bakje waar je de knoflook in doet. En je hebt die stamper. En dan voor de rest knijpen. Meer niet. Niet dat gezeik met zo'n apart dingetje erin. En dat had ik dus wel. Zo'n soort, hoe noem je zo'n ding? Maar die moet er dan in en die kan het eruit halen. Maar die van haar was perfect. Elegant, simpel, goedkoop. En daar hou ik van. Dan komt mijn moeder binnen en die zit in cadeau. En ik maak het open. En wat zit erin? Een knoflookpers. Ik zeg tegen mijn moeder, ja, we hebben hier in huis twee. Die van mijn eigen was, die is reserve. Die van de moeder van mijn kind was. Ja, de boedeldinges bijeenkomst. Officieel getrouwd. Om het maar te hebben over stomme fouten van Perry Winkel. Hè? Je moet nooit officieel trouwen. Dat moet je niet doen. Punt. Dan heb je een gaatje in je linker achtertuin. Oh, en wat moet ik dan met een tweede reserve knoflookpers? En mensen begrijpen dat niet. De mensen zoals mijn moeder, die denken, ja, knoflookpersen. Die moet je in grote mate hebben. 3, 4, 5, 13 knoflookpersen. Knoflookpersen ingezet met diamanten. Of robijnen. Dat heb ik helemaal niet nodig. Zo. En zo heb ik wel meer dingen gekregen waarvan ik dacht, ja, dat heb ik niet nodig. En mijn moeder huilen. Oh, en ik dacht dat ik het nodig had. En dan heb ik helemaal de knoflookpers gekocht. En nu zeg jij dat jij hem niet nodig hebt.
verander in een wolf en ga janken naar de maan. En wat geef je een ander mens? Wat is jouw gift? Ook zo'n hele mooie met mijn moeder was dat zij wilde per se een cadeau kopen voor mijn verjaardag. En ik had zoiets van, nou, het is helemaal niet makkelijk, helemaal niet moeilijk. En je neemt een fles whisky mee. Of een worst. Ja, zei ze, maar ja, die whisky, die suip jij op. En zo'n worst, die eet jij op. En dan, oh, dan is mijn cadeau weg. Ik wil iets geven wat duurzaam is. Oké, krijgen we dat. Ja, wat dan? Hè? En nou is het zo dat in die tijd hadden wij een platenspeler. Had mijn vader had dat geregeld. Heel leuk verhaal, kan je helemaal dood om lachen. En we hadden 5 platen, of 6. Ja. Eentje ervan was, er waren Weense walsen. En dan live uitgevoerd. Natuurlijk, het hele orkest in één keer opnemen. Van Jozef Strauss en Frans Lehár. Leuk, maar Weense walsen. Ja. En die andere was de oudejaars toespraak van zo'n hippe Nederlandse stand-up comedian. Weet u die nou? Een oudejaarsconferentie. Bent u soms? Hoe heet het nou? Niet Wim Sonneveld, die andere. Met een kleine vrouwtje. Nou, die hadden we ook, maar goed, dat is wel lachen. Dat is echt wel geinig om. En dan nog meer. Eine kleine nachtmuziek van Wolfgang Amadeus Mozart. En die vond ik wel mooi. Oh ja, we hadden ook nog die. De Dingeste Printemps. Die is mooi. Dat is een Franse componist. Dat is erg mooi. Ik heb de cd hier in huis. Ik heb geen zin om op te kijken, op te loeken, op te zoeken, up te zoeken. Hoe die nou precies heet. Erg mooie compositie. En ik vroeg aan mijn moeder, nou, ik wil wel eine kleine nachtmuziek van Mozart. Als je dan toch wat duurzaams wil geven, geef me dan dat. En dan ben ik weer terug naar de tijd dat ik 11 was. En dat jij met mijn vader de deur uit was. En ik ging dan plaatjes opzetten. In de zomer. Balkondeuren open. Installatie van 20 watt. Veroorzaakte geen geluidsoverlast. Maar ik zat in die muziek. En dat is een herinnering. Ze doen me dan maar dat. Eine kleine nachtmuziek van Mozart. Ja, daar komt mijn moeder aan. Helemaal trots. Ja. Nou, daar ben ik. En hier is jouw cadeau. Ik zei, oh, super tof, lieve moe. Dus ik geef haar, hartstikke bedankt en zo. En ik maak het open. En er zit daarin het 3e vioolconcert van Mozart of zo. Dus ik zeg tegen haar, dit is niet eine kleine nachtmuziek. Nee, zei mijn moeder, want die kende je al. En dit is iets van Mozart wat je niet kent. En ik zeg tegen mijn moeder, ik hou helemaal niet van Mozart. Maar waarom wel? Nou, kom erop met de eerste compositie van Mozart, waarvan jij vindt dat ik die moet horen. En maf. Wolfgang Amadeus Mozart, dat was helemaal niet een mens. Dat was een groep, dat was een marketingconcept. Net als Milli Vanilli. Die aristocratische Illuminati-reptilians, die waren pissed off over personen zoals Beethoven en Bach. En die dachten van, we willen zelf ook een beetje. Die hebben
Het is opmerkelijk dat in de tijd dat de werken van Mozart gepubliceerd werden, dat precies in die tijd er een aantal componisten waren die stopten met publiceren. Nou, Perry, dat komt omdat Mozart, dat was zo mooi, dat die andere componisten, die werden depressief en die dachten, ik hou ermee op, want Mozart was zo mooi. Ja, dat is de ene gedachte. Dus die geef ik je cadeau. De andere is, al die componisten die zijn benaderd, die werd geld aangeboden. Het waren broodschrijvers. Die mensen konden componeren. Voor geld. Dat was hun beroep. En die zijn overgekocht. En dan allemaal produceren, componeren onder de merknaam Wolfgang Amadeus Mozart. Ik vind het heel plausibel. Dus ik zeg tegen mijn moeder, ik hou helemaal niet van Mozart. En toen ging ze weer huilen. Maar ja, houd me voor de gek, of zo. Ik zei, nee, ik vroeg toch om eine kleine nachtmuziek. That's it. Ja, maar ik dacht... Ik vind het prima dat mijn moeder denkt. Waarom niet? Ze mag denken, ze kan denken en dus moet ze denken. Alleen, waar gebruik je die kennis voor? Het is jammer. Ja, ik vind het zielig dat mijn moeder moet huilen. Ze teleurgesteld is. Ik kan ook nooit iets doen wat jij leuk vindt. Ja. Ik wil helemaal niet dat mensen iets doen wat ik leuk vind. Ik wil met rust gelaten worden. Dus als je mij een cadeau wil geven, een fles whisky of een worst. Of een pot augurken. Dat vind ik ook leuk. Een beetje niet te zoet, niet te veel suiker. Maar als je ergens een adresje hebt bij een Turk of een Koert, en dan koop je een grote pot met augurken, ja, geef hem aan mij. Je hebt een wekpot, ja, als je groenten wekt, zonder meer. Als je mij een cadeau wil geven, dan koop een bloemkool. Dan moet je erbij doen om te wekken. Een geelwortel. Dan zoek je een mooi recept op. Bloemkool in het zuur. Geelwortel erbij. En weet dat andere spul. Misschien curryblad. Ja. En ik eet het allemaal op. Oh, wat je me ook mag geven. Blikjes met anchovis. Een mooi cadeau, hoor. Makreel in olie. Ik ben blij. Maar ga niet voor mij een nieuwe kabel kopen voor mijn gitaar. Van, hallo, hier is de verrassing. Een nieuwe kabel voor jouw gitaar. En dan kijk ik naar die kabel en denk ik, ja, ik heb hem niet nodig. Ik zorg toch zelf wel voor die dingen. En dat doen mensen die giften geven. Die vragen om een waardering. Maar dat klopt niet. Hè? Want als je iets geeft, toon je waardering. Het kan niet zo zijn dat je iemand iets geeft en daar waardering voor terug verlangt. Daar zit een groot probleem. Ik heb heel veel dingen gekregen in mijn leven waar ik wat aan had. Dus ik kwam op een dag, kwam ik de woonkamer binnen.
Wij woonden in Amstelveen op de Plesman Singel. En dokter Plesman is zo'n beroemde aviator. Die werkte voor de KLM. Hij kon de woonkamer binnen. En aan de linkerkant tegen de muur, daar staat een vaste hengel. Een vishengel. Maar vast. En niet een werphengel, maar prachtige donkerbruine bamboe. Heel mooie hengel. In twee delen of zo. Ideaal ding. Ik zeg tegen mijn vader van, is dat jouw nieuwe hengel? En mijn vader die lag lang uit op de lekker op de bank en met zijn voeten op de salontafel. En hij rookte Caballero sigaretten. En mijn vader zei, nee, dat is niet mijn nieuwe vishengel. Het is jouw vishengel. Nou, dat was regelrecht in de kruising. Zo zouden ze, dat is een voetbalterm. Hè? Maar die zat er goed in. En ik heb gevist met dat ding. Het leuke was, omdat hij twee delen had. Je kon ook, dat nam ik alleen het bovenste deel mee. Oh, maak het uit. Dan zit je alleen maar te vissen aan de rand van het water. Ja nou, wij maken dat. Daar zwemmen ook vorentjes hoor. En al die visjes zo. Je wist een visje. En handen nat maken. Haakje eruit. Visje vrij laten. En dan het volgende vissen voor. Kijk, je hebt vissen te eten gegeven. En wat ving ik? Nou, één vis in de week of zo. En hoeveel uren zat ik te vissen? Nou, 10 uur per week. Gewoon heerlijk niks dan. Dat was een goede gift. En mijn dankbaarheid is naar mijn vader toegebleken dat ik daadwerkelijk elke dag, als ik maar de kans kreeg, dan nam ik die hengel mee en dan was ik weg. Weg, zoals de Surinamers zeggen. En dan zat ik ergens tussen het groen. En de bussen die denderden voorbij. En allemaal mensen met de fietsbel. Van ding, ding, ding. Kan je even controleren of mijn fietsbel het nog wel doet? En ik zat ergens tussen het groen. Niemand zag mij. Een dobbertje laten zakken. That's it. Die rust is dat. Die moeten jullie ook gaan zoeken. Allemaal. En niet dat vissen per definitie goed is hoor. Dus alleen als je vist zoals ik destijds gevist heb. Dat is goed. Dat mag altijd. En het gaat niet om het vangen van de vissen. Het gaat over het voeren van de vissen. En natuurlijk ook stiekem dat je ze kan vangen. Hè? Want als de oorlog uitbreekt of de pleuris of whatever. Dat jij in staat bent om een snoekbaars eruit te tillen. Heb je nog wat te eten vanavond? Hier. Het is de rust van je bestaan dat je moet zoeken. Maar je kan het. Ja, je kan, de rust kan je zoeken. Zonder meer. Ja. Maar in het moment dat jij die rust gevonden hebt, wat gebeurt er dan? In het boeddhisme hebben ze de meditatie leren. Dat is onchristelijk, by the way. Daar ga ik, zo dadelijk snap je waarom ik dat vind, hè. In het boeddhisme wordt gezegd dat je moet mediteren om je gedachten uit te schakelen. En dan word je, weet je, dan kom je in nirvana of whatever. En dat klopt. Want je gedachten, die houden je bezig. Met niks, by the way.
Ja, ik moet volgende week gaan stemmen en ik weet nog niet op welke partij. Ja, het is een zinloze hersenactiviteit. En die zinloze hersenactiviteit, die kan je uitschakelen in, ja, bij een vereniging. Dus de vereniging der boeddhisten. En dan ga je allemaal samen zitten en dan gaat eentje zeggen om. En dan raak jij al je gedachten kwijt. Het probleem daarvan is, het kan verslavend werken. En het kost alleen maar poen en tijd. Wat jij mag, is je gedachten uitzetten. Zonder meer. Ja, maar ik woon in een hele luidruchtige omgeving. En amen. Het is de acceptatie van die luidruchtige omgeving. Daar zit jouw rust. Als je er meer van wil weten, kijk de film Barfly. Naar een script van Charles Bukowski. Dus op zijn Duits uitgesproken. En op zijn Amerikaans is het Bukowski. Charles Bukowski. Die film Barfly. De hoofdrol wordt gespeeld door Mickey Rourke. En de tweede door Faye Dunaway. Geweldige film. Kijk naar de rust van die man. Dat is de rust die je moet vinden. En als jij je rust gevonden hebt, zal je overkomen als luidruchtig. Dan heb ik toch even een mooie zen-boeddhistische waarheid uit mijn mouw gescheurd. Want als jij je rust gevonden hebt, dan lul je niet meer mee met de goegemeente. Ah, kom, ik sluit af met een grapje. Het is een hele leuke mop. Charles Bukowski was uitgenodigd om een lezing te komen houden in San Francisco of zo. Een vliegticket en alles zou betaald worden. Plus hij zou geld krijgen. Dan doen we dat maar, hè, dacht Charles Bukowski. Dus hij is morgens om 9:00 op het vliegveld van Dallas of zo. En zijn vliegtuig zou pas gaan over 2:00. Dus vertraging of wat. Je moet 1,5 uur van tevoren moet je inchecken. Dat soort regels. Dus hij had niks te doen. Dus hij naar de kantine. Een restaurant, een bar. En hij zegt, doe me maar een whisky. En die man achter de bar die zegt, no sir, we do not serve strong liquor before 5:00 in the afternoon. Nee meneer, wij serveren geen sterke drank voor 5:00 middags. En toen dacht Charles Bukowski van, nou oké. Het is ergens 5:00 middags. Toch? En ik heb geld. Ik ben Thai. Ik ben in de Thaise tijddinges. En daar is het 5:00. Kom maar op met die whisky. Leuke grap, hè? Hey, dank jullie wel voor het luisteren. En ik ga niet zo dramatisch afscheid nemen zoals die vorige keren over Hamburg en alles wat er gebeurd is. Dus ik zeg gewoon op zijn Hamburgs. Tjus! En dag lieverds!